Het is 25 mei en ik beantwoord vandaag wederom een kijkersvraag. En deze keer gaat die over eigen regie en eigen kracht. En dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik neem je mee in de wereld van autisme. Of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel met elkaar achter. Zoals ik al zei, beantwoord ik deze keer een kijkersvraag over een eerdere vlog waarin ik begrippen noemde als eigen kracht en eigen regie. En diegene vraagt me eigenlijk, die begrippen als eigen kracht en eigen regie, die vind ik nogal vaag. Hoe doe je dit nou? Hoe pak je dit op? Wellicht kun je hier nog meer wat over vertellen. Dus bij deze ga ik je vraag beantwoorden. Ik merk dat de begrippen als eigen kracht en eigen regie, die worden tegenwoordig heel veel gebruikt, zijn heel erg hip. Met name door de transitie, zeg maar, dat de zorg bij gemeentes is gekomen. Die zijn heel erg de woorden eigen kracht en eigen regie gaan gebruiken. Ik merk ook, in de zorg zijn er allerlei bijna wetenschappelijke definities over eigen kracht en eigen regie. Ik ga ze zo simpel mogelijk proberen uit te leggen. Mochten jullie als kijkers, zeg maar, daar andere ideeën over hebben, laat gewoon even onderaan in de comments achter. Eigen kracht betekent eigenlijk dat je eigen kunnen en je eigen mogelijkheden, dat die centraal staan. En bij je eigen kunnen en mogelijkheden horen ook die mogelijkheden van je netwerk. En wat is je netwerk dan? Nou, dat zijn de mensen om je heen. Vaak wordt er gezegd van, nou, ik heb niet zoveel mensen om me heen of die doen niet zoveel. Maar dan gaat het niet alleen om wat de mensen doen, maar ook dat mensen mee willen denken. Dus eigen kracht is de dingen wat je wel kunt. Kijken vanuit mogelijkheden en kijken wat je netwerk kan betekenen in meedenkkracht. Nou, dan hebben we nog een ander begrip, dat is het eigen regie. Eigen regie gaat er eigenlijk over dat jij zelf de regisseur bent van je leven. Dat is eigenlijk de makkelijkste definitie. Wat houdt dat dan in? Nou, jij mag bedenken waar je heen gaat. En iemand anders kan je misschien wel helpen als je het niet weet. Maar jij behoudt de regie. Er is niemand die het van jou overneemt. Die zegt van, nou, deze keuze moet je maken of die kant moet je op. Nou weet ik dat in de praktijk soms is, bijvoorbeeld in geval van opname, dat iemand tijdelijk even zijn regie weggeeft. Maar het is belangrijk dat iemand altijd die regie weer terugkrijgt, want dan kan iemand zelf het plan uitstippelen wat hij wil. Ik zie vaak in praktijksituaties dat hulpverleners eigenlijk die regie overnemen. Dus het is ook soms onwennig voor de hulpverlener, maar ook onwennig voor die cliënt eigenlijk, dat het op een hele andere manier gaat. Ik hoop dat ik deze begrippen zo ietsjes duidelijker heb kunnen maken en dat je er ook iets mee kunt, want jouw vraag was eigenlijk, hoe doe je dit? Ik kan wel een heel praktisch voorbeeld geven. Ik wil bijvoorbeeld in mijn leven op dit moment, heb ik begeleiding voor de eerste keer sinds jaren weer. Met die begeleiding wil ik onder andere al mijn taken wegwerken. Ik heb daar de regie in hoe ik het doe. Mijn begeleider die geeft me wel een aantal tips. Hey, van Gijs, misschien zou het zo kunnen doen. Of misschien kunnen we zus en zo een planning maken. Maar het is niet haar planning, het is mijn planning. En zij geeft daar tips in en zij ondersteunt mij daarbij. Nou, wat is nou een eerste stap hoe je dit oppakt? Is eigenlijk eerst eens even nadenken van, hoe wil jij het? En waar heb jij nou de regie? En waar denken er al mensen mee in jouw omgeving? Of zijn die het aan het overnemen? Hoe je je eigen kracht heel mooi kunt oppakken, is nou eigenlijk met al die mensen, dat is de eigen krachtconferentie noemen ze dat ook wel, met al die mensen bij elkaar aan tafel gaan zitten en nadenken over jouw toekomst. Jij bent daar degene de vraagsteller in. Degene die, zeg maar, die eigen regie heeft. Als je het begrip eigen krachtconferentie intypt, kun je daar heel veel over vinden. Het is ook een soort van product, maar je kunt ook gewoon met je naaste ondernemen om met hun daarover na te denken. Het is vast zo dat deze vlog weer nieuwe vragen oproept. Zet gewoon hieronder in de vlog. Tot een volgende vlog. Eerste wat ik zei over eigen kracht, toen ik dat begrip jaren geleden hoorde, hoezo eigen kracht? Ik heb het toch al jarenlang op eigen kracht moeten doen. Is dat nu in één keer nieuw?